Hey, Sven Bos hier van de Premium Magic Store. Misschien weet je nog niet, maar wij zijn de allernieuwste goochelwinkel van Nederland. En om de zomer door te breken maken wij nou cocktailvideo's. En dit is alweer de laatste, want de zomervakantie is voorbij. Deze keer gaan we een willekeurige cocktail doen. En doen we heel erg simpel. De cocktail die we gaan doen is de Fiery Assistant. Was dit nou een vrije keuze? Niet echt. Wil je weten waarom niet? Kijk dan. Clear choice in onze winkel. Fiery Assistant is een eerbetoon voor iedere goochelassistente. Want geen één illusionist of goochelaar wordt groot zonder assistent of assistenten. Daarom maken wij deze cocktail ook met onze assistenten. Helemaal vanuit Paris, Madame Jeannette. Naast Madame Jeannette gaat hier natuurlijk ook drank in. En dat doen we deze keer met sour. Het is een soort gin-achtige drank wat je moet proeven. Naast de sauw maken we nog gebruik van gingerbeer en een tropische siroop. Oranje siroop. Daarnaast heb je nog een ingrediënt nodig. En dat kun je zelf heel simpel maken met een groene zijdendoek. Ja, je staat dan ruiten bier op, maar dat maakt het in principe niet uit. Dat stop je in een glas. Schud een keer. En je hebt meteen jouw munt. Zorg wel dat de ruiten bier, dat die eventueel helemaal weg is. Die smaakt namelijk niet zo lekker met een cocktail. En verder heb je nu nodig een limoen en een mango. Dit is hoe we jouw cocktail gaan maken. Heel erg simpel. Pak die limoen, snijd die door de helft. Als je dat hebt gedaan, pak je je andere helft. En die snij je vervolgens nog in vieren. Als het goed is, heb je nou 4 limoenpartjes. Pak nu een glas en knijp daar die limoenpartjes in uit. Stop het schilletje in het glas. Wil je nou niet dat jouw handen vies worden van de limoen? Doe het dan zo. Stop vervolgens 10 munblaadjes in je hand. Sla er 1 keer goed op. Zo komen alle moleculen vrij en stop ze dan pas in het glas. Pak vervolgens je crushed ice. Heb je nou geen crushed ice, dan heb ik een goede oplossing voor je. Pak je carpress. Dit is bedoeld om je kaarten goed samen te drukken, waardoor ze veel langer meegaan. Vul je glas helemaal af. Mijn tip, koop een zak crushed ice. Het scheelt een hoop tijd. Dan is er nu tijd om de drank erbij te doen. Wij gebruiken daarvoor de duimspits. Heb je geen duimspits, die kun je bij ons halen. Maar zeg je, ik moet het vanavond nog hebben, dan kun je een barmaatje gebruiken. 1 barmaatje staat gelijk aan 1 duimspits. Doe 2 duimspitsen vol. Zo. 1 duimspits siroop. Pak vervolgens een lepeltje en roer het even lekker door. Pak vervolgens wat gingerbier. Schenk het daarmee af. En dan is het nu tijd voor de garnering. Normaal is de garnering puur voor de sier, maar deze garnering is zo heftig dat hij ook nog een beetje smaak toevoegt. Snij de mango en snij er een mooi plakje van. Als je een klein plakje hebt, dan plaats je hem gewoon in het glas. Pak vervolgens een klein takje munt. Zorg wel dat deze van tevoren goed schoongemaakt wordt. En plaats deze in het glas. La assistente, Madame Jeannette. Want, voor degene die het nog niet weet, Madame Jeannette fireball. Is fire. Pak de Madame Jeannette en er zitten allemaal inkepingen in en snij zo meteen horizontaal in een inkeping. Zorg ervoor dat er geen pitjes in de drink kunnen vallen. Dan is namelijk een cocktail al snel aan vervanging toe aan een goed glas melk. Dit steek je vervolgens op de cocktail. En dit is de Fiery Assistant. Vond je deze video nou leuk? Tag hieronder heel even jouw Fiery Assistant. En laat even weten dat jij niet zonder ze kan. Want ik weet zeker, hun kunnen ook niet zonder jou. Proost. Oeh, die is echt lekker.